Op deze locatie in Overvecht geven wij de opleiding Helpende Zorg en Welzijn. MBO niveau 2, dat mensen een startkwalificatie hebben om in de zorg te gaan werken. Nou, u bent hier vandaag bij Zorgwacht. Waarom vindt u het belangrijk om hier vandaag naartoe te komen? Ik kreeg een uitnodiging om bij Zorgwacht te komen en te zien hoe leerlingen weer er wat van maken. En een hele aardige en interessante en volgens mij ook zeer relevante opleiding genieten. Het zijn mensen die door het leven zijn getekend, maar zijn optimistisch en pakken deze kans en doen hun stinkende best om tot Zorgwacht te worden opgeleid. Ik was onder de indruk. Mensen uit Kanaleneiland, leerlingen uit Zuilen, Overvecht, Lombok, ook een mevrouw. En die hebben een hele tijd niet meer op school gezeten. Door huiselijke omstandigheden voor kinderen. En nu pakken ze de draad op uit de bijstand. Zijn in dienst hier. En proberen een startkwalificatie te halen. En wat ik net al zei, ook in een zeer relevant onderwerp. De zorg. Waar heel veel mensen bij betrokken zijn. Nou, ik vond het zeer leerzaam, moet ik u zeggen. Ik was onder de indruk van de doorzettingskracht van de heren en dames. Jij bent hier een leerling. Hoe ben je hier terechtgekomen? Ik ben hier via de WWB terechtgekomen. Ik zat 3 maanden in de bijstand. Heb ik de gelegenheid gekregen om te leren en te werken. Koos je toen daarom voor de zorg? Ik koos voor de zorg, omdat ik heel graag naar niveau 3 straks wil. En dit is een kans om daar zo meteen te komen. En hoe bevalt het om weer terug naar school te gaan? Want dat lijkt me ook weer een omslag. Ik had er niet echt heel veel moeite mee. Ik heb 4 jaar geleden had ik al een studie afgemaakt. Dus het was niet zo dat ik al jaren uit was. Dus ik heb het goed kunnen oppakken. Waarom ben jij hier op school gekomen? Dit is een kans die ik heb gekregen om dat te kunnen doen. Een opleiding, werken, leren. En dat is een mooie kans. Dat heb ik gedaan. En wilde je al lang in de zorg werken? Dat is wel iets waar mijn hart naartoe uitgaat. Ik wil graag mensen helpen. En dit is daar een deel van. Hier, door dit opleiding, door dit te doen, kan ik mensen helpen. Van waaruit is dit opgezet? Het idee kwam bij mij in 2000. We kenden natuurlijk de stadswachten. Die zorgen voor de veiligheid in de wijk. En toen kreeg ik het idee, omdat in 2007 de WMO naar de gemeente ging, om te starten met de zorgwacht. Waarin dus mensen uit de bijstand een opleiding, onderwijs gingen krijgen met een diploma aan het einde. Waarmee ze in de zorg kunnen gaan werken. Dus je geeft deze mensen ook een nieuwe toekomst. Ziet het lekker? En ziet u dit ook als een mogelijkheid voor andere vakgebieden om ook zo'n soort concept nog op te zetten? Nou, ik vind steeds dat je moet vernieuwen. En binnen de gemeente Utrecht kon het. Ik geloof Werk en Inkomen heeft dit mogelijk gemaakt. En ja, er zijn dus een aantal mensen uit de bijstand, niet zulke sterke wijken. Hè, de krachtwijken die we die noemen, waar de meest kwetsbare mensen zitten. En die pakken die kans. En ik vind het een goed idee. En je moet steeds nieuwe dingen proberen te zoeken om mensen weer aan het werk te helpen. Nou, keurig hoor. Super. Nou, dames, geweldig. Ja.